donderdag 8 maart 2018. Dit is de Batavieren podcast. Vandaag hebben we het dus niet over politiek, of misschien straks wel, en ook niet zozeer over filosofie, maar we gaan het vandaag over de schone kunst hebben. Ik ben hier met misschien wel een van de weinige kunstenaars die tijdens het schilderen naar de Batavieren podcast luistert, met Hans Versveld. Realistisch schilder, mag ik het zo zeggen? Ja, dat klopt. Kan je wat vertellen over je werk en over je achtergrond? Ja, ik zou het nog specifieker impressionistisch noemen. Maar het is wel realistisch. Maar ik schilder, dat is omdat ik bijna altijd ter plekke werk. Dus ik schilder buiten, meestal buiten. Dus dan moet je snel werken en dan probeer je toch een soort impressie te maken van wat je ziet. Ja, we zitten hier omringd door je werk en je schildert dus midden in het centrum van Amsterdam en andere grote steden. Ja. Ook wel aan het strand, dus op allerlei plekken, in weilanden, dus overal. Ja. En er zit ook een bepaalde dynamiek, denk ik, aan, echt op locatie schilderen. Ja, dat is heel anders dan op mijn atelier. Want de afgelopen maanden heb ik op mijn atelier geschilderd. En dan maak ik grote werken en die zijn, ja, dan heb je toch meer tijd en meer rust. Maar dat is naar aanleiding van dingen die ik buiten maak. En als je buiten werkt, dan heb je gewoon te maken met de omstandigheden. Dus in de stad is het druk, in de polder is het rustig. En als het waait heb je last van de wind, dus je krijgt alles mee. En het speelt toch mee in het schilderij. Ja, ja. En mensen kijken ook mee? Ja, als ik in de stad schilder, dan ontkom je er niet aan. Dus dan weet ik dat en dan stel ik me op in. En als ik in de polder schilder, dan wil ik ook echt rust. Dan, als er dan één iemand komt kijken, vind ik dat eigenlijk al best wel storend. Terwijl in de stad dan komen er een soort constante aanwas. En dan, dan weet ik het en dan stel je erop in. Ja, en wat is er dan anders aan schilderen als mensen op je vingers kijken? Dat je sneller naar een mooi resultaat wil. Omdat je dan op een gegeven moment, je wil, of je nou wil of niet, je hebt toch het gevoel van het moet mooi worden. Want als je daar staat te prutsen, dat is ongemakkelijk. Dus, en als je op een gegeven moment iets moois, als er resultaat te zien is, dan is het makkelijker. Dan wordt het prettiger. Dan zeggen de mensen van dat is mooi. En dan heb je... Zo werkt dat gewoon. Ja, als je dan een uur gaat werken aan een bepaalde kleur blauw, dan precies, heb je toch het idee dat mensen daar een beetje verbaasd aan te kijken. Wat is hij nou aan het doen, zeg maar. Dus uiteindelijk wil je ook in de natuur een mooi resultaat maken, maar dan voel je toch iets meer rust. Ja. Kun je voor de luisteraars die misschien wat minder bekend zijn met het begrip uitleggen wat impressionisme is? Letterlijk, het is een indruk. En de impressionisten probeerden een indruk te maken van de werkelijkheid. Daarvoor had je meer de romantiek. Ja. En die werkte vaak... de olieverf maakte ze op een atelier. Aquarel maakten ze wel ter plekke vaak. Of tekeningen met bister of met houtskool. Maar de olieverf maakte ze op een atelier en dan krijg je toch... Ja, het is eigenlijk als een fotostel met een hele lange sluitertijd. Oh ja. En als je impressionistisch werkt, dan wil je eigenlijk een schilderij maken met een hele korte sluitertijd. Dus dat je echt het moment pakt. Dat is gewoon letterlijk impressionisme. Ja. En is dat is niet tekenend voor de huidige tijd, denk ik, in de kunstwereld? Nee, absoluut niet. Nee, het is wat dat betreft, het is niet vernieuwend. Wat waren de hoogtijdagen van het impressionisme? Het begon in 1850 toen de tubeverf werd uitgevonden. Toen konden de schilders in één keer werden ze mobieler. Yeah. Dus gingen ze naar buiten toe. En ik denk zo 1910. Daarna had je nog steeds goede impressionisten. Want zoals Wolter, die was wat later. Dat is een Amsterdamse impressionist. En die is niet zo bekend. Die zat niet zo in die echte kring. Zoals, die iedereen wel kent. Monet, Renoir. Dat was echt de hoogtij, en dat is bekend. Maar daarna had je nog heel veel andere impressionisten die wel heel goed waren. Ja. Dus je moet eigenlijk zien, in 1850 begon het. Met Corot, Jonkind en zo. Dat soort schilders. En die hebben eigenlijk de aanzet gegeven. Daarna zijn Monet, Renoir, Sisley, Pissarro. Die zijn er echt... Ja, die hebben het echt tot grote hoogte gedreven. En daarna kreeg je meer de avant-garde. Dat kwam toen in zwang. En impressionisme bleef wel, maar het werd minder
zichtbaar eigenlijk. Ja, voor het in de kunstwereld dan. Dus je zegt van de goede schilders waren er wel, maar er werd aandacht besteed aan nieuwe vormen, zeg maar. Dus het ging meer richting avant-garde. Ja, ik denk het wel. Maar kijk, in de tijd van het impressionisme had je ook weer hele goede, echte klassieke schilders. En die waren toen nog wel bekend, maar die zijn nu weer wat meer vergeten. Omdat als je aan de 19e eeuw denkt, denk je aan impressionisme. Meer aan de iets andere stromingen dan het echte hele traditionele. Terwijl die academies waren toen nog heel traditioneel. Oh, ja. Ook heel goed, zoals in Antwerpen. Dat was echt hoge kwaliteit, maar het is... Ja, want je hebt zelf in Antwerpen gestudeerd, tenminste onder meer. Ja. En wat je met goed niveau bedoelt, is dat er behalve de kunst ook echt het ambacht wordt aangeleerd, zeg maar. Dus echt de techniek achter het schilderen van hoe maak je een goed olieverf schilderij of verschilder je in de traditie van een Rembrandt of... Dus hoe je het technisch uitvoert. Het gaat nu natuurlijk wat meer richting de conceptual art misschien. Ja. Doet de techniek er minder toe. Maar is het vooral het vernieuwende of de boodschap die er toe lijkt te doen? Tenminste, ik weet niet of je dat zelf ook zo ervaart in de kunstwereld. Nee, daar ben ik tamelijk cynisch over. Nee, wat is de ontwikkeling die jij nu ziet? Want jij zwemt wel tegen de stroom in. Ja, de stroom is wel heel breed. Hoor, want je hebt ook wel heel veel traditionele schilders nu nog. Ik bedoel, maar de academiewereld is heel conceptueel. En ja, dat is eigenlijk ook een soort traditie. Ik bedoel, in 1910 of zo, daar zetten ze Duchamp voor de eerste keer die... pispot op de kop. Ja. En toen was iedereen lyrisch. Daar begon het mee. En dat doen ze nog steeds. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon, het is een nieuwe traditie. Maar de traditie is eigenlijk dat ze zeggen van, we zijn heel vernieuwend. Terwijl, dat is meer dan 100 jaar geleden. Dus, ja, dat is niet meer vernieuwend. Het is niet vernieuwend. Het is gewoon... Ja, wat is het dan? Een idee eigenlijk? Ja, een manier van, een beetje erbij horen. Denk ik. Ja. Maar kijk, het is wel jammer van het onderwijs, want dat is wel, meest academisch is dat gewoon stuk. Dus, het is anders. Je moet, als je wil schilderen, niet meer naar de Nederlandse academisch. Dan moet je naar, in Italië heb je, maar die zijn wel heel, heel traditioneel. Maar in Amerika wordt nog heel mooi geschilderd, in Rusland, maar hier in Nederland, Duitsland, dat is conceptueel. Ja. Veel video, maar er wordt ook niet meer geschilderd op de academie. Ja. Het is vooral video en... mobiele dingen en meer de ervaringen en de Maar ik heb ook niet gevoeld dat ik daar nog iets te zoeken heb of dat ik daar ik heb toen ik op de academie zat wel altijd daar heel erg tegen tegen gestreden, klinkt een beetje misschien een beetje groot, maar dat wel dat ik dat probeerde. Als zij daarover begonnen, zo moet je werken, dan zei ik van nee, ik wil traditioneel werken, want ik hou van schilderkunst en niet zozeer van kunst met een grote K. Ja. Daar hou ik ook van, want Rembrandt is kunst met een grote K, maar ik hou in het begin van schilderkunst. Ja. Ik bedoel, als kind vond ik gewoon een olieverf schilderij prachtig. Dus dan denk je van, dat wil ik ook. Ja. Dus dan ga je naar de academie. Ik bedoel, meer is het niet. Nee, bent dan zo jong nog, zo denk je dan, van dat wil ik ook. Ja, precies, dat is mooi, dat wil ik ook en dat wil ik leren. Dus dan denk je van, dan ga je naar de academie en daar leer je dat. Maar dat is er niet meer, dat is... Ja, dat is in de jaren 70 is het allemaal gesloopt. Ja. Dus dat is gewoon niet iets wat je daar nog kan vinden. Ja. Dus dan kan je er een paar jaar zitten en dan veel discussiëren. Dat heb ik toen veel gedaan, maar uiteindelijk heeft het geen zin. En dan kan je beter toch op zoek gaan naar goed onderwijs. Ja, en het lijkt soms een beetje op te komen met zo'n Wakkersacademie bijvoorbeeld. Ja. Je hebt in Duitsland verschillende academies die toch richten op het aanleren van de traditionele techniek, om het zo maar te zeggen. Dus om ook het ambacht aan te leren. Ja. En heb je het idee dat dat nu opkomt als een tegenbeweging? Nou, ik geloof niet dat het nog... ik weet niet. Het zit zo ver naast elkaar of zo. Okay. Dat merk je ook. Het is allemaal heel breed. Het is allemaal heel... die kunstwereld, dan heb je misschien een beetje hier en daar wat... traditionele kunstenaars en daar wat, eigenlijk is alles vertegenwoordigd. Overal is er al een schilder die op een bepaalde manier schildert. Je hebt ook nog schilders die proberen heel erg traditioneel te werken in de stijl van de 17e eeuw. Ik denk dat echt zinloos is, want dat staat gewoon te ver van ons af. Ja. Dat merk je gewoon.
Ik vond het vroeger ook heel mooi, hè? Dat ik toen ik, weet ik veel, 18 was, dat ik echt dacht van, ja, zo is Ruben, zo moet je werken. Maar dat ik op een gegeven moment merkte van, dat kan niet meer. Dat is gewoon echt te anders. Die geloofden in, die waren zeer gelovig, die hele samenleving was gelovig. Ja. Die was het toch allemaal te eren van God? Ja, precies. En dat is een andere dynamiek. En even kijken. Ja, je had een atelier en dit kwam je als klein jochie. Of ja, jochies waren er toen vooral. En die gingen dan, die leerden het vak. En op een gegeven moment de beste, die gingen het eigen atelier sticht. Het was heel anders. Dus op hun manier hadden zij een niveau wat gewoon, ja, dat kan je nooit meer bereiken. Ja, want dan zou je echt als kind, zeg maar, bij een leermeester in moeten wonen. En dan dus dag in, dag uit alleen maar met olieverf moeten schilderen. Ja, maar dat is niet precies wat ik bedoel. Okay. Want zoals Monet schilderde ook dag in, dag uit. En die schilderde ook van jongs af aan. Ja. Dus, maar het is meer die specifieke techniek van Rubens. Die hebben bepaalde gelaagdheid, bepaalde, gewoon hun manier van werken. Dat is gewoon eigenlijk. Ik denk misschien toen de tubeverf kwam, dat schilders konden zich vrijer gaan bewegen. En het werd niet slechter, want als je kijkt naar zoals Sargent, even kijken, nou, nog een paar van dat soort schilders, die waren eigenlijk net zo goed als Rubens, maar anders. Ja, ik weet niet, gewoon een andere stroming. Ja, maar die waren ook heel traditioneel, maar die dat is toch anders. Ik weet niet waarom. Die gingen ook gewoon naar buiten en die schilderden dan. En die gingen als een portret gingen schilderen, gingen ze. Die beweegden vrij en dan krijg je toch een ander soort kunst. Ja, ja. Ja, gewoon door de invloed van hoe het was. Ja. Ja. Ja, precies. En we kunnen niet meer terug naar 17 zoveel. Dus we kunnen ook niet op die manier meer. Omdat je nu eenmaal de mogelijkheid hebt om naar buiten te gaan. Ja, ja. Dat is, dat is wat je bedoelt. Zie jij de 19e eeuw als het hoogtepunt in de kunst? Ja, persoonlijk wel. Maar dan, als je kijkt, Frans Hals, dat was echt onevenaarbaar goed. Maar de 19e eeuw was heel breed. Je had toen zoveel stromingen. Alma Tadema zat op de academie in Antwerpen. Maar Van Gogh was er ook. En die zijn allebei heel goed, maar dat is zo uiteenlopend. Ja. En je had, die symbolisten kwamen die tijd. Die hadden ook heel, die waren ook mooi. Ja, je had zoveel stromingen. Het was zo breed. Ja. En ja, op een gegeven moment is dat toch gestopt. Hoe denk je dat dat komt? Ja, ik denk door de 19e eeuw met al die oorlogen en strijden. Dat iets heeft gedaan met hoe kunstenaars bezig waren. Want je ziet gewoon 1910 dan als je kijkt van welke schilderijen mooi zijn, dan tenminste in mijn smaak, dan begint het zo na die tijd, wordt het steeds minder. Dat je nog steeds mooie schilderijen tegenkomt in die tijd, maar voor die tijd, 19e eeuw, als je naar het museum in Parijs gaat, hoe heet dat, in het station. Ik weet niet, ik schiet me even niet te binnen, maar je hebt zo'n heel mooi museum. Dat, allemaal 19e eeuw en allemaal gewoon topkwaliteit en allemaal heel verschillend. Ja. En na die tijd is het gewoon minder. Dat je merkt van het wordt steeds minder kwaliteit. In mijn idee. Ik bedoel, er zijn de kunstwereld, als je nou diep in de kunstwereld van nu zit, in de zeg maar, subsidiewereld, dan denk je er precies andersom over. Ja, die zien dat echt als vooruitgang. Ja, ja. Allemaal. Ja. Een stijgende lijn. Ja. Naar ja. wat er nu is. Ja. En ja, je ziet wel een bepaalde lijn. Je had het net over dat, zeg maar, het olieverf schilderen, dat dus heel sterk ambachtelijk was. Ja, ik vind ambachtelijk niet helemaal het goede woord. Want ik schilder ook gewoon in één keer nat en nat. Je schildert. Ik schilder niet in laagjes. Ja, zo'n groot schilderij maak ik eerst zo'n, dat doe ik in een dag of zo. En dan daarna schilder ik er dan nog een laag overheen. Omdat dan heb ik de grote lijnen al een beetje klaar. Maar zoals al die andere schilderijen, die maak ik in één keer. Ja. Ik ga staan, ik begin te schilderen en ik hoop dat het lukt. En soms lukt het niet en soms wordt het heel mooi en soms wordt het een beetje matig. Maar het is altijd in één keer. En als ik een filmpje zou maken, dan zou niks technisch interessant in zitten of zo. Het is heel, heel simpel. Maar het moet wel in één keer goed. Ja, precies. Met olieverf kan je nog een heel hoofd wegschilderen, bij wijze van spreken. Ja, maar ambacht denk je heel erg aan soort technieken die je moet leren. Ja. En eigenlijk een goede opleiding leer je gewoon kijken. Ja. En of het nou met waterverf is. Ik bedoel, wat is ambachtelijk aan water? Je hebt water en een kleurtje. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon zo simpel als het maar kan. Ja. En dan is het puur je
uren die je hebt gemaakt, of je talent, of dat bepaalt of jij met het water en een kleurtje een mooi beeld kan schrijven. Ja. En daar valt niks aan uit te leggen. Ik bedoel, dat ze hebben ook vaak over Rembrandt van ja, die had een meesterlijke geheime techniek. Ja. Maar daar geloof ik niet in. Ik denk zelfs dat hij gewoon nat en nat schilderde. Want als je kijkt naar zijn tekeningen, die zijn heel simpel. Die zijn heel goed leesbaar hoe dat is gedaan. Dat is gewoon biester. Dus dat is een bruin spul met water. En dat, die zijn net zo geniaal als zijn schilderijen. Ja. Terwijl je gewoon ziet van ja, dat heeft hij in vijf minuten geschilderd, sommige dingen. Ja. Ja. Waarom zou hij dan als hij... Dus blijkbaar zat het in zijn ogen, in zijn talent. Ja. Waarom zou hij dan, als hij een schilderij maakt, heel moeizaam met laagjes en tovenarij of zo. Dat is gewoon omdat hij gewoon heel veel talent had. En, dat is, en heel veel uren maakte en heel veel tijd erin stopte. Ja, ja, dat was een Mozart die ook het foutloze allemaal uit kon schrijven. Omdat hij dat allemaal voor zich zag. Ja. Zo misschien de schilders, de grote meesters, zeg maar... ook iets dergelijks hebben gehad. Dat ze het voor zich zagen en konden neerzetten. Waar ik een beetje op doelde met het woord ambacht. En het is misschien het verkeerde woord. Maar bijvoorbeeld die toiletpot, dat is nul ambacht. Ja, ja, ja. En misschien 100% kunst. Daar kan je misschien nog van mening over verschillen. Zeg maar. Ja. Want heel veel mensen die zeggen een omgekeerde toiletpot is geen kunst. Het is een omgekeerde toiletpot. Ja, het is een omgekeerde toiletpot. Ja. Met een handtekening erop. Dat dan weer wel. Ja, en je zet hem in de vitrinekast in een heel luxe pand. En het is in één keer kunst. Dus dat is gewoon... Ik denk dat het gewoon de kleren van de keizer zijn. Ja. Dat heb ik ook wel gemerkt op de academie hier in Breda. Dat dan... Eerste jaar, dan je komt er met allemaal... je redelijk jonge net geen kinderen meer. Ja. En... in het begin dan heb je een soort brugklas. Dat is dat, dan is iedereen ook nog een beetje zo aan het aftasten. En op een gegeven moment, een deel gaat dan naar, dat heet ook niet meer de schilderafdeling, dat heet autonoom. En binnen, en binnen een jaar spreken ze allemaal precies de taal die je hoort te spreken. En als je dat, je hebt eigen gemaakt, dan hoor je erbij of zo. En dan kan je dus, als je die taal gebruikt, en kan je alles doen. Ik bedoel, dan kan je gewoon, ja... Maakt niet uit. Ik bedoel, dan gooi je van mijn pad met modder tegen de muur. En dan gebruik je die woorden. En dan is het kunst of zo. En dan hou je dat 4 jaar vol. En dan is de academie voorbij. En dan moet je toch iets anders gaan doen. En dan gaan ze, ik weet niet, dan gaan ze iets anders doen. Maar niet in de kunst. Nee. 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 En hoe ben jij daar zelf dan doorheen gekomen? Want je hebt je er tegen verzet. Ja. Ja, ik kon het niet serieus nemen. Nee. En ik wil, omdat ik gewoon wilde schilderen. Ja. Ik hou heel erg van schilderkunst. Ik hou van een mooi beeld met olieverf. Dat vind ik mooi. Dat is ook, kunst is ook kunnen, niet denken. En ook wel denken, maar ik bedoel, in de eerste plaats is het gewoon... Ik bedoel, jij kan heel veel... Jij speelt viool. In de eerste plaats moet jij gewoon heel veel uren maken... om een mooie klank uit je viool te krijgen. Ja. En als jij dan... Een beetje zitten met allemaal jankgeluiden en zeggen ja, maar je maakt het met een verhaal, praat je het goed. Precies, ja. En dat slaat nergens op, maar dat bij muziek kom je er niet meer weg. Ja, misschien ook weer wel op sommige delen, maar ik denk... Compositie denk ik misschien wel. Mm-hmm. Conservatoria zijn toch nog wel behoorlijk conservatief. Ja. Ik bedoel, ik heb viool gestudeerd, die zijn nog nauwelijks voorbij 1900, zeg maar. Mm-hmm. Dus in positieve zowel als negatieve zin. Ja, ja. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat de substantie ondergeschikt raakt aan het idee. Dus het kaartje bij het kunstwerk in het museum is belangrijker geworden dan het kunstwerk zelf. Ja. En het idee is heel belangrijk. Maar het moet altijd nog ondersteunend zijn, denk ik, aan een kunstwerk. En een kunstwerk moet op zich iets zijn. Ja. Ja, en dat lijkt me logisch. Ik bedoel, je kan een prachtig verhaal vertellen met een film. Ja. Maar als die spelers houterig spelen, dan komt het niet over. En als die cameraman hele irritante composities maakt of het licht niet goed doet, dan komt het verhaal niet over. Nee. En dat lijkt mij dat het gewoon, dat lijkt me heel logisch. En je kiest gewoon voor een medium en de ene kiest voor film en de ander voor muziek en de ander voor beeld. En dan kan je bijvoorbeeld olieverf gebruiken, maar je kan ook, weet ik veel, je kan van alles gebruiken. Ja, je kan dichtkunst gebruiken. Ja. Je kan, dat is natuurlijk. Maar je moet je medium wel beheersen en iets met je medium wel iets substantieels neerzetten. Ja. Ja. Ik kan met een fantastisch verhaal bij wijze van spreken inderdaad op een viool gaan janken en dan. En dan heb je geen publiek.
Nee. En dan krijg je subsidie. En dan, ja. En dan, ja. Ja, maar ik was laatst bij Jongkind. Een prachtige tentoonstelling. Dan heb je zo mooie schilderkunst. Tenminste, naar mijn maatstaf. En dan heb je een zaal met abstract. Ja. En ik denk, ja, ik zag allemaal zo ja, van die kunstacademie kunst. En dan ja. heb je daar een Jongkind. En de ene zaal is chockvol. Dan heb je die abstracte zaal helemaal leeg. En dan kom je Jongkind en dan is het weer chockvol. En dan, ja. dat niemand dat denkt van, ja. god, ja, en dat verhaal van... Ja, ze begrijpen het niet. ja, maar dat trapt niemand meer in. Dat was in de jaren 80 kon je er nog mee wegkomen, maar dat is nu wel, ja, dat argument is wel uitgewerkt, denk ik. Mm. Tenminste, ja, het lijkt me wel. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat soort dingen worden nog steeds onderwezen en krijgen nog steeds ja. Het podium en de subsidie. Ja. Ja, maar dat is bizar. Vind ik. Dat vind ik ook. Dat stopt op een gegeven moment ook. Dat op een gegeven moment dan ja, dat houdt niet stand. Nee, dat wordt op een gegeven moment zoveel belachelijk gemaakt dat het ja. en verliest zoveel draagkracht. Ja. Dus je bent in principe positief gestemd over de toekomst. Omdat je denkt dat al die gekheid op een gegeven moment ophoudt. Ja, wat dat betreft wel. Want ik zie het gewoon als een soort puberteit of zo. Ik weet niet, of een soort zelfhaat. Misschien, ja, het komt een beetje voort uit die cultuur van cultuurrelativisme. Dat we dan zo van, ach, het is ook allemaal niks wat wij doen als westerse cultuur. En dat moet allemaal maar overboord of zo. Het zit een beetje in die stroming. Ja, de zelfhaat van het westen, zeg maar. Of de zelfdestructie. Ja, ja. Dat zie je zo als je het allemaal wat breder ziet of zo. Dan merk je toch wel, het is echt een onderdeel van die cultuur. Ja. Ik heb af en toe ook wel het idee dat de wereld niet echt over de wereldoorlogen heen is, zeg maar. Nee. Want het is nee. echt sinds die tijd ja. dat het op de een of andere manier dat mensen zich schamen dan om iets moois te maken. Nadat er zoveel ja. lelijkheid is geweest of zo. Dat er toch een soort, ja. soort blokkade zit van dat het niet meer mooi mag zijn. Omdat je dan ook daarmee trots bent op je cultuur en dus ook trots bent op alles wat er is gebeurd. Ik denk dat het wel klopt. Je kan het ook bijna individueel zien als een soort schoolplein. En dat je een paar grote jongetjes die heel sterk... En ja, ik was sterk, want ik denk Europa was... Je kan het nog niet ontkennen, in die tijd wel behoorlijk sterk. Ja. En dat die wel een beetje de boel domineerde, maar het bleef in de hand. En op een gegeven moment raakten ze zo met elkaar in gevecht. En sloopten ze het hele schoolplein. En daarna dachten ze van, god, wat hebben we gedaan? Ja. En dat ze zich daarna in een hoekje gaan zitten van, oh, eigenlijk zijn we hele slechte jongetjes. Ja. En dus alles wat wij doen, ja, eigenlijk zijn we ook niet zo goed in school. En eigenlijk waren we toch niet zo goed in sport. Dat een beetje zo'n gevoel krijg je erbij. En op een gegeven moment, dan gaat tijd overheen. En op een gegeven moment denk je van, nou, misschien mag ik er ook wel weer zijn. Dat is, ook al heb ik me misdragen, een beetje dat idee. Ja, ja dat het op een gegeven moment zo ver achter ons ligt, dat het weer... Ja, want het is dan ook de vraag natuurlijk van, gaat kunst over schoonheid? Volgens jou? Ja, dat is heel relatief. Kan. Want iets kan ook heel lelijk zijn, dat kunst zijn of echt wel waardevol zijn, denk ik. Ja, ja, want ik vind de aardappeleters een van mijn lievelingsschilderijen. En dat zijn hele lelijke mensen en toch is het mooi. Ja, precies. Maar dat is... ja, dat is lastig, want ook ik vind een boek over... Dat alles fout gaat en dat het slecht afloopt, is eigenlijk leuker dan een feel good boek. Dus het gaat ook over. Ik bedoel, het moet allebei een beetje hebben. Ja. Of heel veel. De aardappeleters is natuurlijk. Die mensen zijn niet mooi, maar het is wel bijvoorbeeld mooi licht. Ja. Of mooi geschilderd. Ja. Is dat misschien het verschil tussen schoonheid en esthetiek? Dat iets wat lelijk is toch mooi kan worden door een bepaalde vorm eraan te geven of een uiting ervan. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gulle gift en u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gulle gift. Luistert u dit en denkt u ik wil ook doneren, ga dan naar onze website battenvierdepodcast.nl en doneer daar ook. Wilt u bij onze evenementen komen en kennis maken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Battenvierde Podcast, dan kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wilt u online in contact komen met andere luisteraars, redacteurs of gasten van de Battenvierde Podcast? Dan kan dat via de Ware Battenvierde Discussiegroep op Facebook. WAERE Battenvierde Groep.
of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering, wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Ik vind het lastig, want ik vind estet... Ja, dan kom je een beetje bij woorden. Ja. Dan kan ik beter een woordenboek pakken. Maar oh, dus, oké. Okay, ja, ik vind... Ja, ik vind... Definitiediscussie. Ja, precies. Ja. En dat is een beetje... Ja, dat vind ik lastig. Want ik vind het wel interessant van... Ja, moet iets mooi zijn? Kijk, als je zo'n strand gezegd hebt, dat is eigenlijk mooi. Ik zit wel... Commercieel werkt het beter als het mooi is. Ja, ja. Een industrieterrein vind ik heel mooi, maar dat verkoop je wat minder. Dus dan af en toe merk je dat ik toch wel meer naar dat dus ja. Ja, als je industrie schildert, dat is niet mooi, maar ook weer wel. Dat is gewoon een mooi, lelijk industrieterrein. Ja. Dus dat, ja. Het is wel een bepaalde sfeer die je dan vastlegt. Ja. Of ja, je brengt wel iets tot uitdrukking dan, zeg maar. Ja. Ja, en als het medium klopt, waar we het eerder over hadden, dat je het medium goed beheerst, dan kan je eigenlijk alles schilderen wat je wil. Ja. En dan is het maar aan het publiek of ze van industrie houden of liever een stand zien. Of... Door jouw oog bekeken is het dan mooi, zeg maar. Ja, en een beetje vergelijken met een film. Ik bedoel, een film over een oorlog kan een hele mooie film zijn. Ja. Terwijl niemand in de oorlog wil zitten. Tenminste, niemand een beetje verstand, maar dat... Ja. dat een paar gekken na. Ja, precies. Ik vind dat leuk. Ik was er ook achteraf tijd van. Ja, precies. En... Maar als het goed gefilmd is, en dan kan het een prachtige film zijn. Ja. Maar dan moet het wel een goede regisseur, goede spelers, goede cameraman. Ja, precies. Moet het goed gemaakt zijn. Het moet goed gemaakt zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. 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 Hebben we in de kunst modernisme en postmodernisme? Kan je misschien voor de luisteraars het verschil uitleggen? Want het wordt heel vaak op één hoop gegooid, heb ik het idee. Nou, verras je me. Als je die vraag had, had ik het even nagezocht. ik geloof postmodernisme... Ja, modernisme is dat niet gewoon... ik weet, postmodernisme is dat alles kan of zo. Dat iedereen wat kan doen en dat alles evenveel waarde heeft. Dat is postmodernisme, geloof ik. Maar, ik heb het idee dat modernisme nog een bepaalde schoonheid wil in het abstracte. Ja, dat... Ja, dat modernisme nog wel bepaalde richtlijnen heeft... En ook om het bepaald afzetten, wat je net zei van die toiletpot, dat is op dat moment toch wel afzetten. En inderdaad het de vraag stellen, wat is dan kunst? Dus ergens is het wel soort van waardevol ook. Mm-hmm. Alleen dat als je de 20ste bent die een toiletpot op zijn kop zet, of die een emmer verf tegen een doek smijt, dan is er helemaal geen waarde meer in. En ik heb een beetje het idee dat modernisme nog dat verzet had en dat, dus is ook mooie abstracte kunst. En dat postmodernisme toch wel het is dat je echt alles loslaat. Tenminste. Ja, ik kan me er helemaal in vinden. Want dan zou Karel Appel meer modernisme kunnen zijn. Ja. Want sommige schilderijen van een kale appel, die hebben best wel een soort kracht. En dat je dan. Ja. Het is eigenlijk best wel mooi. En, maar dat zou best wel kunnen. Maar dan is postmodernisme is gewoon eigenlijk niks. Want als als alles waarde heeft, dan. Dan heeft alles waarde. En dan heeft alles ook geen waarde. Precies. En dan heeft niks meer waarde eigenlijk. Nee. Dat is... Het wordt allemaal zo relatief dat het dan... Ja, waarom zou je dan nog iets doen? Waarom zou je nog je best doen als het je best doen net zoveel waarde heeft als niks doen? Kan je ook in je bed blijven liggen. Ja, precies. Ja. Dan bij elke tegenslag stop je, want wat maakt het uit? Want het heeft toch geen... Het maakt niet uit of zo. Je hoeft nooit een drempeltje over... Ja, ik heb ook wel het idee dat er wordt heel veel afgegeven op modernisme. Terwijl ik denk van dat is nog wel een stroming die zijn eigen bestaansrecht heeft. Dat had nog wel een statement, zeg maar. Of dat was nog wel kunst. Maar ik heb het idee dat postmodernisme echt iets destructiefs heeft. Hmm. En echt een gevaar is voor kunst op zich. Ja, dat is dan weer dat... cultuurrelativisme. Ja. Zo van alles dat dus eigenlijk is dat cultuurtje. Ja, ja, precies. En, ja. Want we hadden het net over het idee wat belangrijker wordt. Dat is vaak toch ook wel een politiek correct idee. Want op het moment dat je een heel lelijk kunstwerk zou maken, zeg maar, iets ook zonder enige, zeg maar, je zou, weet ik veel, een pindakaasvloer, dat niveau, zeg maar. en je zou het doen over de dreiging van immigratie of zo. Dat mag weer niet. Dat kan dan weer niet. Nee, dat is altijd heel dubbel. Want
Ja, dat vang, zo vang je toch wel. Ja, wat jullie hadden in die rietveld. Ja. Dat was daar een voorbeeld van. Ja, je mag vrij zijn, maar nee, niet die manier van vrijheid. Ja. Je moet zo vrij zijn. Je moet binnen dat kader, maar dat is dan, dat is geen postmodernisme, want dat is, want als je echt postmodernistisch bent, dan moet je bij spreken ook gewoon met een swastika door de straat kunnen passeren als kunstenaar. Dan kan ik als kunstenaar zeg maar op 5x5 meter een swastika kliederen. Ja. En dan is dat al kunst. Ja, dan mag je heel groot ophangen en dat gaat niemand demonstreren. Als je echt in postmodernisme gelooft, dan kan dat ook. Ja, maar dan maakt dat ook niet uit. Nee. Want niks maakt namelijk uit. Nee, precies. Nee. En, maar wat is dat dan? Die censuur en die... Ja, ik denk dat waar we, als je het niet hebt over postmodernisme, maar meer dat waar we het net over hadden, je moet op die manier vrij zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat meer een... dat is net zoals dat je Lodewijk de 14e had ook een bepaalde kunst die bij hem hoorde. Ja. Beetje meer van die barok. En dan in de tijd voor, of daarna, toen Franse adel wat vrijheid kreeg, toen kreeg rococo, allemaal frivol. En dat was van die macht, was dat hun uiting. Ik denk toch een beetje de macht nu, de politiek correcte, wie daarbij wil horen. Ja. Dat is dat type kunst. En is dat dan de postmodernistische kunst die zij geclaimd hebben? Ja, maar dan wel op een hele beperkte manier. Want zij zullen niet willen dat je een heel groot swastika schildert. Dat vinden ze vreselijk. Dus dan als je echt dus het is niet, het is dan een soort nep postmodernisme eigenlijk. Ja. Omdat heel veel niet mag. Ja, precies. Ja. En ja, het als is je... tegenstrijdig. Ja. Ja, dus ik denk ook helemaal niet dat er zoveel wordt nagedacht of zo. Of dat er heel veel... Nee, maar dat is echt... Als je ook die academisch... Het gaat nergens over. Dit is... Ja, maar dat vraag ik me wel eens af. Ja. Is het nou een bewuste destructie van de... Ja, zoals veel mensen denken, de westerse cultuur, zeg maar. Of is het gewoon een bepaalde dommigheid? Ja, ik denk heel veel... ik denk dat het ooit wel vanuit de filosofie is gestart. Maar... Wat ik net zei, van je komt dan allemaal als net niet meer kinderen op de academie. En die zijn helemaal niet daarmee bezig. Dan ben je bezig met de leraar en wat de leraar zegt. En ja, daar ben je veel mee bezig met dat soort dingen. Gewoon van hoe kan ik in dit schoolsysteem goede punten halen. Ja. Of vinden ze me aardig of zo. En dan moet je een beetje die taal gaan spreken. Die taal die bij de academies hoort. Ja. En dan is het eigenlijk gewoon dommigheid. Want er zit niet, het is niet dat het allemaal filosoofjes zitten die dan allemaal heel erg hebben nagedacht van... Ja, we hebben nou dit allemaal gelezen en inderdaad, we komen tot de conclusie, die westerse cultuur moet stuk. dat is niet zo. Ja. Want ze zijn met die leraar bezig. En ze zijn meer bezig met in hun kleine systeempje functioneren. Ja, overleven. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Gewoon heel simpel. En dat is geen strijd om leven en dood, maar gewoon hoe kan je in die school, net zoals... Kinderen gaan naar de middelbare school en ze gaan ook gewoon wiskunde leren omdat het van hun verwacht wordt. Ja, gewoon ik wil dit vak halen. Ja. Wat moet ik daarvoor doen? Precies. Ja. Ja. En ik denk niet dat het veel meer is op die academies. Ja. En die leraren, dat... Ja. Nee, dat had ik nooit... Die leraren die dan de conceptuele leraar heb ik nooit veel in ontdekt dat die echt... erover nagedacht of zo. Dus ik denk niet meer dat het meer een cultuurtje is wat ooit gestart is en wat gewoon een beetje doorrolt nou. Oh ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk heel jammer. Want, Ja, want je hebt zeg maar wel academies waar je zeg maar het redelijk traditioneel kan leren, zeg maar. Ja, traditioneel is misschien ook het verkeerde begrip. Nee, traditioneel is goed. Goeie begrip. Ambacht is meer dat ik... Ambacht is meer dat je dan heel snel de associaties hebt van laagjes, zelf verf maken. Dat ambacht is ook verlegd naar de fabrikanten. Ja. Ik bedoel, die maken doek. Je gaat naar de winkel en je koopt alles. Vroeger moest het allemaal worden gemaakt in het atelier. En dat, dus het ambacht is meer verschoven. Als schilder hoef je alleen nog maar creatief te zijn eigenlijk. Oh ja, ja. Zo moet je eigenlijk zien. Even kijken, wat was je vraag? De vraag ging er naartoe dat... je wel academisch hebt waar je het op de traditionele manier leert, maar dat zijn vaak particuliere opleidingen waar dus veel volwassenen zitten. Ja. En ik denk inderdaad dat zeker als je 18 bent en je gaat naar een kunstacademie, dan heb je nergens over nagedacht. En dan heb je gewoon vertrouwen in de instelling dat die jou leren wat de bedoeling is. En dat is ook heel logisch op die leeftijd. Ja.
Maar ja, hoe zie je het dat, ja, ik weet niet of een overheid er een rol in heeft. Hoe kan dat onderwijs, zeg maar, omgedraaid worden? Nu, nou ja, dan moet er echt wel heel veel gebeuren. Ja. Ja, dat zie ik gewoon echt niet gebeuren. Want dat, tenminste, ja, god, ik zit er niet heel diep in. Maar wat ik heb wel heel veel jaar op de academisch gezeten. Mm-hmm. Ja, kijk, je hebt daar een leraar, die zitten er vaak heel lang. Dus als ze dan weer, als die weggaan, dan komt er gewoon weer een leraar die zij zeggen, jij bent de goeie. Dus ja, dat is dan weer gewoon dat type leraar. Ja, dan kiezen ze iemand in hun straatje, ja, die dezelfde taal spreekt. En... precies, ja. Ja. Want toevallig kwam ik een tijdje geleden zo op een soort Sint-Joost-expositie. Ja, dan dat was allemaal video. En dan zie je een video van iemand die zit op een tafel en dan gaat hij eronder zitten en dan weer op. En dat, ja, serieus. En dan zie je weer zo'n afbruikpand en dan zie je zo'n meisje die in alle wanhoop gaat van de ene muur naar de andere. En dan, ja, het is een beetje... ja, dat is allemaal weer een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk, vroeger was het iets meer, of vroeger, 20 jaar geleden was het iets minder video. Maar wel dat, die uiting of zo. Die. Ja. Dus dat is hetzelfde. En dat over, als er niks gebeurt, is het over 20 jaar nog steeds hetzelfde. Ja. Dat houdt zichzelf stand. Ja, ja, dat is nu zo geworden en dat lijkt zo te blijven. Te blijven. Ja. Ja. Maar je denkt wel dat het... Omdat we hadden het net over dat de gekte op een gegeven moment ook wel een beetje ophoudt. Ja. Doordat het publiek gewoon... niet meer wil betalen. Ja. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ik bedoel, als je de kraan dichtdraait, stopt het. Ja. Want het levert niks op. Ik bedoel, ook niet daarna. Ik bedoel, je kan... niemand gaat geld verdienen met een video dat je op tafel zit, onder tafel zit. Dat gaat niemand aan de muur hangen. Dus, hangt vooraf wat je aan hebt. Dan kijk nog op andere sites terecht. Ja. Precies. Maar dat ga je niet. Ga je geen paar duizend euro voor betalen aan de muur hangen. Dat is dan. Dus die mensen die dat maken, die worden opgeleid voor een andere. Die moeten iets anders doen. Voor niks. Nee, die opleiding is 4 jaar spelen. En dan. Ja. En dan word je ICT'er of zo. Dan word je ICT'er of je gaat nog een keer, weet ik veel, in de meubelzaak werken of in een verfhandel of zo. Dat is vaak de praktijk. Ja. Hoe lang gaat de overheid daarvoor? Ja, zolang, kijk, nu zit die overheid, denk ik, daar zitten mensen die dat prachtig vinden. Ja. Anders betaal je daar niet voor. Ik bedoel dan. Nou ja, ze vinden het misschien niet prachtig, maar ze werken wel mee aan die stroming. Ja. Dus het zit misschien toch in de politiek dat dan... Ja, het zal verweven zijn. Ik zit er niet zo in, maar als je dan dat Tweede Kamergebouw ziet, die oude Tweede Kamer, die is ook helemaal uit elkaar getrokken eigenlijk. Dat is nou, er hangt ook zo'n gekke lamp en dan zo'n vloer met allemaal kleurtjes en al die bankjes zijn eruit geracht. Terwijl je kan ook zeggen, we houden dat in stand. En, want het is mooi, het heeft zijn functie niet meer en het blijft. Ja. Maar die kerel die daar dat allemaal heeft mooi gemaakt en mij een idee gesloopt, die gaf weer les op Sint-Joost. Oh ja. Dus dat zal allemaal wel een beetje zo van de ene plek naar de andere huppen. Ja. Dus dat zal wel een beetje dezelfde wereld zijn. Ja, precies. Ja. Ja, waar ik ook wel bang voor ben is dat op een gegeven moment het kind een beetje met badwater wordt weggegooid. Ja. Omdat veel mensen, en dat merk ik zeker in die wat rechtse hoek, die hebben heel veel weerstand tegen misschien kunst in het algemeen en kunstsubsidies en kunstacademies door dit soort dingen. Ja. Door door de huidige staat. En dan is het natuurlijk jammer op het moment dat die kunstacademies helemaal gaan sluiten. Ja, misschien moet het op een gegeven moment wel, dat het sluit. Voor mij mogen ze sluiten. Want het is naar mijn maatstaf geen kunstacademie. Ja. Het is een beetje een speeltuin. Ja. Dus het wat ik een kunstacademie noem, is die Nederlandse academies vind ik geen kunstacademies. Ja, god, het is een beetje wat je definitie is van kunst. Ja. Maar ja. Binnen mijn, het zou een beetje zelf zijn als jij zegt, ik wil viool spelen. Jij komt dan op school en dan zitten, zoals je beschreef, vrij traditionele leraren. Ja. Misschien zelfs conservatief. Maar je kan wel viool spelen nu. Ja. En als jij, ik wil, dat je gewoon als meisje zit luisteren, dat is mooi zeg. Dat wil ik ook. Zo begint het. Ja. En dat leer je dan ook. Maar als jij dan op de conservatorium komt en ze zeggen van ja, die viool die moet je nou maar wegleggen. En dan pakken we een pan en dan moet je heel hard op gaan slaan. En dat is nou de kunst. Ja. En
En op een gegeven moment zitten dan 20 mensen die zeggen, ja, maar je kan ook een stuk hout pakken. Dat kan je ook aan beslaan. Dan, ja. Op een gegeven moment was er op de kunstacademie, en dat is serieus, er was een meisje die had een rol plakband. Die heeft toen de hele school, die zag je heel voorbij komen met een rol plakband. Die plakte overal, gewoon op 1 meter hoogte een rol plakband door de hele school. Oh ja. En dat was, daar kreeg je dan, kregen ze cijfers voor. En dat, ja. Ja, maar dat is toch gewoon, dat is gewoon gek. Dat mag je wel gek noemen. Maar dat is een beetje hetzelfde als jij dan viool wil spelen en je moet met een stuk hout gaan slaan. Dus ja. Ja, dan kan je ook zeggen, nou, die conservatorium, dat kan wel weg. Ja, dat is ook zo. En dan ja. Hopen we of er iets voor, misschien komt er iets voor in de plaats. Ja, en daar hoop je dan op, zeg maar. En dan is eigenlijk ook wel die subsidie, of nee, geld van de overheid wel belangrijk, omdat je dan op die Wakkersacademie moet je geld hebben. Ja. Om daar te kunnen leren en dan moet je dus eigenlijk een baan hebben. Ja. Dus ben je wat ouder. En eigenlijk moet je op je 18e of zo beginnen met kunstacademie. Ja. Dus dat ben je dan. Er komen wel schilders vanaf die mooie dingen maken. Maar ik denk gewoon als breed voor de samenleving is beter als iedereen op zijn die wil gaan schilderen op zijn 18e begint. Of nog eerder. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en die dan ook met een portfolio al eigenlijk daar binnenkomt. Ja, precies. Ja. 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 Wat is jouw blik op de toekomst? Qua kunstwaardering, op het publiek. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben het nu vooral gehad over het werk zelf. Maar, ja, op zich is met het publiek niks mis. Want dat is een beetje wat je in de samenleving is. Net zoals dat museum in Dordrecht waar Jongkind hangt, dat is eigenlijk de samenleving. Dus dat je dan die zaal hebt met allemaal abstracte kunst die is leeg. Ja. En al het publiek staat bij naar Jongkind te kijken. Ja. Ja. Dus het publiek die vindt gewoon dat mooi. Ja. En die waardeert dat. En die ziet, en dat is niet zoals dat de kunstacademie wil beschrijven, dat zijn simpele mensen die dat mooi vinden, maar dat is niet simpel. Dat is gewoon omdat je dat mooi vindt, omdat je dat waardeert. Dat heeft gewoon waarde, ook al zijn het leken. Ja, precies. Ik bedoel, ik kan toch ook horen of je mooie muziek maakt of lelijk. Ja. Ik heb geen muziekervaring, maar ik kan horen als iemand mooi piano speelt. Ja. Dus dan, dat is genoeg. Ja. Ja. En als je dan wat meer kennis hebt, is het mooi, maar het hoeft niet. Nee, precies. Maar daarom, ik bedoel, de mensen zelf zijn niet gek of zo. Het waarderen van schoonheid is wel iets wat gewoon in ons allemaal zit. Ja, het is zo universeel. Ja. Dat gaat ook niet weg. Ja, wat het probleem nu is dat inderdaad wat je zegt van het kind met het badwater is eigenlijk al weggegooid. Want die academies zijn gewoon gesloopt. Ja, ja. Voor de schilderkunst dan. Ja, ja. Ja, want dat is in de jaren 70 hebben ze dat gewoon helemaal, hebben ze letterlijk alle beelden gesloopt. In Antwerpen had je nog echt van die gipsen beelden. En ik heb begrepen op een gegeven moment dat je ook in Breda en andere academies had je allemaal van die gipsen beelden. Ja. Die werden als, dat zijn een soort modellen, maar die bewegen. Dus dan de eerste jaren geloof ik, kreeg je vooral gips. Ja. En dat is allemaal gewoon letterlijk uit het raam gegooid als een soort statement. Gewoon een soort beeldenstorm. Ja, gewoon letterlijk beeldenstorm. Ja. Dus dat is, het is zonde. Ja. Ik heb hier nog zo'n kop staan die zo van gips. Ja, ik geloof dat die daar staat. Maar ja, we gaan sowieso voor de luisteraars die er nu luisteren, er is op onze Facebookpagina, als jullie dit luisteren, een livestream. Waarin we ook een kijkje in het atelier nemen. Dus dan kunnen we dat zo ook even laten zien, denk ik. Ja. En voor de luisteraars die interesse hebben om impressionistische kunst of traditionele kunst, om het wat breder te zeggen. Wat willen gaan zien, zeg maar, die naar het museum willen of naar een tentoonstelling, ga je zelf binnenkort exposeren? Ja, ik hang nu in Haarlem bij Galerie Anne met 25 werken, 5 grote. Die 5 grote heb ik op mijn atelier geschilderd en nog 20 kleinere die ik op locatie heb gemaakt. Dat is afgelopen weekend begonnen. Of ja, dat is, hangt er vanaf van het wordt uitgezonden. Dus dat. En? 4 maart is het begonnen. Oh ja, tot 7 april. Ja. En we hadden het net over Amsterdam, op straatschilderen. Ja. Dat is voor een expositie in de Amstelkerk in
30 april begint dat. Oké. Okay. En ik heb nou... Ik heb al 10 werken klaar en er komen er hopelijk nog 10 of 15 bij. En nog 2 andere schilders zijn ook mee. En dat zijn schilderijen die je in Amsterdam hebt gemaakt van Amsterdam? Ja, in de Elpstraat. Ja. Ja. Dus dat is voor de luisteraars. We zullen overal even naar linken en alle details geven. Ja. Zodat dus in het commentaar, afhankelijk waar je het luistert nu, zal alles te vinden zijn. Heb je verder nog tips qua bepaalde schilders om te volgen? Of bepaalde musea of tentoonstellingen? Ja, dat is heel persoonlijk. Ik vind zelf die expositie van Jonkind, die nu nog, denk ik, ik weet niet precies, die is al lang bezig. Die vond ik heel mooi. Ja. Want dat is echt zo'n vroege impressionist. En dat je al ziet, dat is een hele goede kunstenaar, maar dat qua impressionisme is hij nog niet zo briljant als Monet. Die snapte het nog beter en die voegde nog veel meer kleuren toe. Dus die vond ik heel mooi. Maar eigenlijk is gewoon elk museum, wat een beetje traditioneel museum, er is zoveel te zien. Ja. Ja, zelf ga ik niet naar het Stedelijk. Ja. Ja, als ik een concertgebouw heb ik een paar keer geschilderd, dan ga ik in het Stedelijk naar de wc. Maar dat is... Oh, kijk. Ja, en het concertgebouw is ook wel bij een wc, hoor. Maar dat is niet zo toegankelijk, want ik heb een paar keer schilderd. Je moet kaartje hebben. Ja, precies. Maar dan, ik heb daar onder die, is zo'n badkuip. En dan Ik heb het concertgebouw met regen geschilderd. Oh, ja. En dan sta je daar droog. Ja. Dus dat is mijn connectie met het Stedelijk. Ja, dat is alles. Dat is zo'n afdakje. Ja. En het toilet. En een wc, ja. Nou ja. Nou, heel goed. Ik weet niet of je zelf nog dingen graag zou willen vertellen. Niet iets wat me echt nu te binnen schiet of zo. Dat is ook prima. Dan wil ik je graag bedanken voor deze podcast. Voor het meewerken. En de luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.